maar weer een nieuwe vlog. Vandaag ga ik jullie even wat vertellen over de vorderingen van ons huis, onze voorbereidingen die we allemaal treffen en ons weekje hier in Oudorp. Dus eerst gaan we even de hond wakker maken. Mazzeltje. Mazzel, wakker worden. Hey, we gaan nog lekker te slapen. Kom, het is tijd om uit te gaan. Ga je mee? Nee, liever nog even slapen. Ik sta nu even bij het receptiegebouw hier. We staan op onze winterplek, hè? Dat weten jullie allemaal wel. Tijdens de deur van de receptie. En ik heb net hier even een was erin gedaan. Wasmachine 5 euro, droger 2,50. Wasmachine duurt een uur, droger 40 minuten. Nou, en het is weer schoon. En mazzel, allemaal voorbereiden. Goed, we gaan nu eerst even de hond uitlaten. Nou, hier staan we dan. Lekker verhard. Zoals je ziet, oh, dit waait een beetje. Maar we staan onze fietsen even buiten. We hebben even ruimte nodig in de garage. Dat zal ik even laten zien. Dat is een beetje vol. Ik zal straks laten zien wat we allemaal gekocht hebben. De Zweedse vlag. Ja, die mag natuurlijk niet ontbreken nu, hè. Onze Belgische buurman. We staan hier eigenlijk standaard met, even denken, 1, 2, 3, 4, 5. 4 campers en 1 caravan. Onze Belgische buurman daar. Schuin aan de overkant nog een Belgische buurman, maar die is nu weg. En hier aan de andere kant. Ik zal niet. Zie je daar nog een camper staan? Nederlanders, die zijn er ook. Dus ook al is er niemand, zijn we toch nog met z'n vijven. En er zijn er nu wel een paar extra. Dus. Nou, ik zal jullie even laten zien wat we allemaal al gekocht hebben voor ons huisje in Zweden. Nou, een aantal dingen wat we dus gekocht hebben. Een hele leuke dekbedovertrek met elanden. Lekkere warme pantoffels. Dit is voor op de houtkachel, zo'n stooffan. Wordt lekker warm. Hier twee verhuisdozen vol met alvast wat gereedschap. En daarachter zien jullie. Daar. Dat is niet zo heel goed te zien. Het is een luchtbed. Ja, als we daar aankomen, hebben we natuurlijk nog geen bed. Dus we hebben een luchtbed. Dekbedden nemen we mee. En we gaan daar lekker shoppen. Want heel vlakbij hebben we een Jysk. Dus dit is een van de, nou ja, een paar van de dingetjes wat we gekocht hebben. Zo, we zijn weer binnen. Kijk eens wat leuk het. Ons eerste cadeautje voor ons nieuwe huis hebben we al binnen. Van Rob en Ingrid. Jongens, nog bedankt, hè, voor alles, maar dat weten jullie. En wat we ook gekocht hebben, dat hebben jullie misschien al gezien op Facebook, is eventjes zo onze andere auto. Geen nieuwe, maar een andere. Dus we hopen die van de week op te halen. Dus mazzel. Mazzel, wat ben je aan het doen? Oh, mazzel is even aan het spelen. Kijk, ja, je ziet de gaten er al in zitten, maar ja. We kopen een nieuw vliesdekentje voor een paar euro. En die hond heeft weer een paar dagen plezier. Een paar dagen, een paar weken. Een aantal dingen wat we al kunnen vertellen over het huisje is. Jullie hebben natuurlijk gezien in het vorige filmpje. Dat de makelaar. Bij de makelaar in Karlstad hebben we alles al getekend. Dus de officiële overdracht is 17 januari. En wij gaan de 4 of 25ste. Hoe? Ja, met de auto, maar welke boot, daar zijn we nog niet echt over uit. Gaan we straks eens even bekijken. Ik ben nu bezig met een verzekering voor het huis natuurlijk. Offerte is al binnen, hebben we goedgekeurd. Als het goed is, kunnen we daar ook een bankrekeningnummer openen. En dat maakt het allemaal wat makkelijker.
Stroom moeten we natuurlijk nog even regelen, maar dat heb ik met de huidige bewoners afgesproken. Zodra zij het af gaat zeggen, gaat ze onze namen gelijk opgeven en dan krijg ik daar een seintje van en dan moet ik even bellen. Dus dan is dat ook geregeld, dus het belangrijkste is dan geregeld. Van de week de auto ophalen en dan kunnen de verhuisdozen die nu in de garage staan, kunnen dan in de Volvo gezet worden. Zodat we weer ruimte krijgen achter in de camper en dan kunnen we lekker de fietsen weer naar binnen, want met het miserige weer knapt de fiets ook niet van op. Voor de rest hebben we nog een hoop te doen en te regelen, maar dat komt best goed. We hebben nog een paar weken de tijd, dus alles op zijn tijd. Nou, we gaan weer eens even verder. Hoi. Hallo. Wat ben je allemaal aan het doen? Nou. Nou, vertel het mij. Ellende. Ellende. En aan het kijken wat je allemaal nodig hebt in Zweden voor papieren en verzekeringen voor het huis. Dus, dingen opschrijven wat we mee moeten nemen. Een hele multimap, hè? Wat we moeten regelen, wat we moeten kopen. Ja. Ik krijg de hoofdpijn van, de huilbuien van. Hoort erbij, hè? Hoort erbij, maar het is even puzzelen. Maar goed, we hebben een paar goede hulplijnen. Daarom. We gaan nog even puzzelen. Joep. Hallo. Hallo. Goedemiddag. Middag. Een kleine update vanuit de camper. Het is december en we zijn eigenlijk niet echt onderweg geweest nog met de camper naar Zweden. En dat gaat ook denk ik niet meer gebeuren deze maand. Want ja, we hebben aardig wat verplichtingen te doen. Tenminste, verplichtingen klinkt lullig, maar verjaardagen, wat hadden we nog meer? Werk. Werken. Kerstwerken, oud en nieuw werken. Dingen regelen. Dus ja. Dus, we zijn druk bezig met. Dat is Mazzel. Die zit even met zijn doekje te spelen. Mazzel, we zitten midden in de opname. Mazzel, klaar. Maar we zijn druk bezig met dingen regelen voor het huis. En. We willen jullie toch eventjes. Een beetje op de hoogte houden wat we aan het doen zijn. Dus vandaar deze vlog. Er zijn wat vraagjes binnengekomen. Op onze website en via onze Facebookpagina. Website www.demazzel.com. Dus als je daar nog nooit gekeken hebt, gaan ze een kijkje nemen. Want dan maakt Jacques altijd leuke blogs. En anders op Facebook zitten we ook nog. Maar heel veel van jullie hebben die al gevonden. Maar we gaan wat vraagjes beantwoorden. Want, we hebben er echt heel veel gehad, maar we halen er even een aantal tussenuit. Ik ga niet, ik zal ze oplezen, maar geen namen erbij, hè? Oké. Nou. Daar blijven jullie de camper behouden? Ja. En nou, dan moeten we ook op antwoorden dan. Ja, dat weten we. Ja. We denken van wel. Maar of deze is? Maar of deze blijven houden, dat weten we nog niet. Nee. Het is, we gaan in ieder geval komend jaar heel veel naar Zweden. En dat zullen we waarschijnlijk met de gewone auto gaan doen. We hebben trouwens een ander autootje gekocht. Ik weet niet of jullie die ook al gezien hebben. Maar. Nee, ja, we hebben nog niet, kunnen ook niet laten zien, maar nee. Rode Race Monster gaat weg en dan komt een Volvo voor. Een Volvo voor terug. Hallo, wat hebben we? We hebben een Volvo. We hebben een Volvo. We gaan in Zweden wonen, dus we hebben een Volvo. Nou, mooi toch? Ja. Oudje. Nee? Ja. Oudbak. Met 3 miljoen kilometer. Maar goed, maakt niet uit. Er kan nog wel wat bij. Maar het autootje is er nog niet. Die komt als het goed is over een paar dagen. En dan kunnen we hem vol gaan stouwen. Dus, De verhuisdozen hebben ze al gezien achterin. Ja, verhuisdozen die gaan de auto in. En krijgen we weer een beetje ruimte. Ja, maar ja goed, we wijken een beetje uit. Maar we blijven wel camperen. Maar ja, we moeten het allemaal even gaan zien. Het is voor ons ook allemaal een beetje snel gegaan. En, voorlopig houden we deze camper, maar als we er te weinig gebruik van kunnen maken, gaan we waarschijnlijk wel iets anders kopen. Dus of wat kleiner, of wat mobieler, of we weten het nog niet. Maar voorlopig blijven we deze nog houden. Next. Komt er in Zweden bij jullie huis ook een camperplaats? Ja, goeie vraag. Goeie vraag. Heb ik al eens op geantwoord in een vorige vlog. We willen wel kijken om er wat plaatsen te maken, of dat mogelijk is en of het kan.
Ja. Och, ja. Of het mag, allerlei zulke dingen. Kijk, je kan natuurlijk altijd, mensen kunnen natuurlijk altijd langskomen. Bekende, als je geen officiële plaats hebt, dat kan natuurlijk ook. Maar dan moeten we eventjes gaan kijken of we er genoeg ruimte voor hebben. En nou ja, het is daar allemaal net even anders dan in Nederland. Je hebt natuurlijk, tenminste, wij hebben geen riool, we hebben een septic tank. Nou, daar kan je natuurlijk geen cassette toilet oplozen met chemische zooi. Nee. Dus dat, ja, dat wordt een dingetje. Afvalwaterlozen wordt natuurlijk even lastiger. Dus ja, als je een camperplaats hebt, wil je natuurlijk wel een beetje zorgen dat alle faciliteiten er zijn. Dus dat wordt nog wel even moeilijk. Maar ja, we zouden het wel heel leuk vinden. Maar dat houden we dus ook nog even open. Ja. Ja, we weten het gewoon nog niet. De intentie van wel, maar we weten het nog niet zeker. Juist. Ik ben benieuwd waarom jullie toch besloten hebben voor Zweden en niet voor Spanje. Nou, we hadden twee opties, tenminste twee dingen. We konden een huis kopen in Spanje of in Zweden. Dan zou je denken, waar we gaan in Zweden zitten in de kou. Maar ja, als je een camper hebt, dan kan je natuurlijk in de wintermaanden, als je het te koud vindt, pak je de camper. Tenminste, zodra we daar de tijd voor hebben, want ik moet voorlopig werken. Maar stel, ik ben met pensioen, of ik, dan kan je natuurlijk altijd in de winter met de camper naar Spanje. Ja. En in de zomers lekker in Zweden zitten. Dat kan ook als je een huis in Spanje hebt, de zomermaanden naar Zweden. En in de winter in Spanje. Het ligt maar net aan waar je een huis koopt. Ja, wij in Zweden. En onder andere omdat ik nog steeds een keer een huisje in Zweden wilde. Lekker in de natuur. Niet te heet. Ja, in Spanje, toen we april zijn geweest, was het ook best heet al. Hè? Ja, dat was in juni. Of in juni, ja. Was, dus eigenlijk vinden we Spanje ook te heet. Te heet, ja. Dus nou ja, voor ons is Zweden net even lekker. Dus, vandaar Zweden en geen Spanje. Volgende vraag. Gaan jullie in Zweden wonen en vanuit daar camperen? Ja, het is wel de bedoeling om in Zweden te gaan wonen, maar op welke termijn, dat weten we niet. We hebben natuurlijk in Nederland geen huis meer, dus de stap is wat makkelijker om naar Zweden te gaan. Maar ja, welke termijn, dat kan een jaar zijn, dat kan 5 jaar zijn, dat kan 10 jaar zijn, we weten het niet. Dus het ligt er een beetje aan werken. Je moet natuurlijk wel geld hebben, anders ben je gauw klaar met wonen. Voeg ik ze even samen. Hoe gaat een huis kopen in Zweden en hoe regel je een hypotheek? Moet je economisch verbonden zijn? Dus hoe gaat een huis kopen in Zweden? Ja, gewoon zeggen dat je het wil hebben. Ja, eigenlijk veel makkelijker. Nou, het gaat, de huizen staan op een website. En nou, eigenlijk ook, is het ook bieden vanaf. Het is eigenlijk bijna hetzelfde als in Nederland. Ja. Er staat bijvoorbeeld een prijs van 50.000 en het kan best zijn dat zo'n huis voor 120.000 weggaat. Maar het enige voordeel is dat je wel de biedingen kunt zien. Je kan niet zien van wie, maar wel nummer 1 of nummer 2 of nummer 3. En dan kan je zelf beslissen van ja, wil ik daar overheen of niet. Dus dat, daar kan je het wel een beetje, het is eigenlijk gewoon bieden. En de hoogste bieden, ja, die heeft het, maar dat hoeft ook nog niet. Want de verkoper kan zelf bepalen van joh, jij krijgt het niet. Ja. Dus ja, het is ook een beetje bieden en gunnen, denk ik. Gunfactor. Wij hebben het iets anders gedaan. Maar goed. Wij wisten dat het huis te koop zou komen. Dus hebben we contact gezocht. Dus eigenlijk is het. Voordat het echt op de markt kwam, hebben wij het kunnen kopen. Dus ja. Hoe regel je een hypotheek? En moet je economisch verbonden zijn? Ja, de hypotheek hebben wij gelukkig niet nodig. Dus daar kan ik geen antwoord op geven. Nee. En economisch verbonden zijn. Kijk, wil je in Zweden inschrijven en dan een persoonsnummer hebben, dan moet je of werk hebben in Zweden, of eigen vermogen, of een eigen bedrijf. Dus, maar dat is als je in wil schrijven, dus niet als je een huis wil kopen. Dat hoeft niet. Gaan jullie het huis eventueel verhuren als vakantiewoning? Nee. Nee. Hoe ver is het vanaf Zeeland? Ja, dat zeggen we niet. Frans Houwer. Ja, okay. Even kijken. 1,5 dag rijden. Jullie geven aan dat de volmacht getekend is. Waarom gaan jullie in januari toch naar Karlstad? We gaan in januari naar het huis, maar niet We hebben het huis, de overdracht is 30 januari. Maar dan. Dan kunnen wij niet. Nee, dan simpel. Moeten we nog werken. Nou ja, werken en ik moet. Ja, tandarts. Tandarts, serieuze afspraak. Dus
Dus ja, wij kunnen pas een week later. Dus vandaar de volmacht. Het waren in ieder geval een paar vragen die we... Er zullen best wel veel meer vragen komen. Als je een vraag hebt, zet hem in de commentaren. Dan gaan we weer een beetje samenvoegen en dan gaan we volgende keer weer antwoord geven. Nou, het plan is dus 24 januari hebben we de boot geboekt. De boot naar Kiel-Göteborg, maar dat hadden we volgens mij al verteld. Dat weet ik niet zeker, voor mij hebben we dat al verteld. We hebben een klein stukje film van. Komt ie? Inderdaad. Wat gaan we doen? Ik ben een boot aan het boeken. We zijn een boot aan het boeken voor in januari. Ze vragen hoeveel peuters we hebben. Hoeveel peuters? Eentje? Nul peuters. Hond. We zijn aan het boeken via... Ja, het is wel vertaald, maar... Steenaanlijn.se. Daar kregen we de tip dat dat goedkoper zou zijn als via de Nederlandse site. Dat gaan we even kijken. Maar dat gaan we even kijken. Het is een beetje... We zitten in de kerst weer, hè? Kijk, het is een beetje... Maar goed, we gaan even kijken wat de boot kost. En? Hey, is het gelukt? Ja. Oké, we hebben nu geboekt via de Zweedse website. Ja. Het scheelt, wat was het? 40, 45 euro of zo. Ja, nou, is toch de moeite waard. En wat kost het nou totaal? 2,65 volgens mij. Wat heb je dan geboekt? Steenenlijn, Kiel-Göteborg. Gaan we s'avonds om 6:45 weg. En dan heb je een hut. Waar een hond in mag. Er zijn er maar een paar, dus een binnenhut hebben we. Vier persoons binnenhut. Dan hoeven we niet boven elkaar te slapen. Die was 5 euro duurder dan een tweepersoonshut. En dan zijn we de volgende ochtend om 9:15 in Göteborg. Mooi. Dus, bootje geboekt. Test is dit, hè? Of dit is een test of die boot op ons bevalt. Ja, we mogen natuurlijk niet, dat is het nadeel, we mogen niet gaan uit eten. Nee. Ja, om de beurt. Om de beurt. Maar dat is dan niet anders. Je mag de hond natuurlijk niet alleen laten in de hut. Misschien zijn er wel... Oppassen. Nee, ja, of je weet het niet. Misschien een room service. Ja, of een Zweedse buurvrouw, waarbij de man op de hond moet passen. Ja, kan jij met die vrouw gaan? Ja. Oh ja, kan ik met die man. Oh ja. Hey. Maar ja, we hebben het weer binnen. Dus? Duurt nog even, maar het is alvast geboekt. En wanneer varen we? Maandagavond 24 januari. Hoppatee. Ze zeggen, heb ik gelezen, hoe langer je wacht met boeken, des te groter de kans is dat het duurder wordt. Dus vandaar dat we het nu al hebben gedaan. Ja. Nou, aftellen maar. Ja. Hoe lang nog? 6 weken. 6 weken. Ja, zo gaat het boeken dus. Via de Zweedse site. Een stuk makkelijker. Tenminste niet makkelijker, maar het scheelt 2 pegels. Ja. Nou, dit was het denk ik. Wat zou ik zeggen? Ja, de 24e gaan we op avontuur. We gaan tussendoor nog wel een keer weg, maar dat zal waarschijnlijk pas na de jaarwisseling zijn. Dus bij deze... wensen wij iedereen hele fijne feestdagen. En alvast een heel goed en gezond 2022. En een heel mooi camperjaar. Heel mooi camperjaar. Nou, dit is dan een caravannetje, maar ja goed. Ja. Het gaat om het idee. En hoop dat iedereen lekker weer op pad kan volgend jaar. Kan en wil. Maar ja, we gaan van de week nog wel eventjes wat vloggen als we de auto gaan halen. En misschien wat met de kerst, maar eerder zal het niet zijn. Hè? Dus. Wanneer we weer terug zijn, dat weten we niet. Maar in ieder geval voor deze keer bedankt voor het kijken. En blijf gezond allemaal. Tot de volgende. Hey daar. De mazzel.